in 2006 besloot ik van dat ik het idee dat om de taptoe weer een nieuw leven te blazen in Almelo. En dat is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een enorm succes. Dus het is de 12 jaar alweer, 2006 zijn we begonnen. En volgend jaar, hopelijk, 2021, 11 juni mensen, schrijf dat op, hopen we dat de taptoe weer doorgang kan vinden. Wat dan een enorm succes wordt. Ja, want afgelopen jaar zou 75 jaar vrijheid gevierd worden hier. Ja. Er was aardig wat voor georganiseerd. Behoorlijk, ja. Met een parachutisten, zeg maar. Maar de vlaggen met name 75 jaar vrijheid. Dat was een hele organisatie om allemaal rond te krijgen. Vooral met die parachutisten. Maar het is allemaal gelukt. Totdat COVID kwam. En toen was het sloes. Niet alleen voor evenementen en voor de taptoe, maar dat geldt voor alle categorieën, horeca en noem maar op. En hoe ben je die periode een beetje doorgekomen? Want het was 2018 is de laatste geweest. Ja, die periode ben ik toch weer verder gegaan, want je moest de korpsen wel weer vragen, zeg maar, voor een nieuwe datum, waar twee keer over veranderd is. Nu is dat 11 juni 2022 eruit gekomen. En dus al de korpsen moet je weer verzetten. En als ze allemaal kunnen, ze kunnen allemaal gelukkig. Dus dat staat vast. En dat wordt een grandioze taptoe volgend jaar. Met enkele verrassingen erbij. Dus ik hoop dat men weer in massaal aanwezig komt. Voor het goede doel. Kans voor een kind. Dat is het hoofddoel. En we hebben de stichting ALS erbij genomen. Die krijgen ook een groot gedeelte mee. Dat is de doelstelling. En jullie zijn, zeg maar, van Nederland de grootste benefiet tattoo? Van Nederland zijn wij de grootste benefiet tattoo van Nederland, zeg maar. Maar ook buiten de grenzen, buiten de landsgrenzen, staan wij ook goed aangeschreven. Dus dat is wel een feit, zeg maar, want ik krijg ook bezoekers uit Osnabrück. En noem maar op. Dat gaat prima. Voor zoiets te organiseren heb je ook ontzettend veel mensen nodig. Zoek jij nog mensen? Ja, het zou heel fijn zijn als we voor die dag nog diverse vrijwilligers kunnen krijgen, zeg maar, hand- en spandiensten. Om ons hierbij te kunnen helpen, zeg maar. Ze kunnen zich aanmelden bij mij. Het telefoonnummer is 06 22 89 88 70. Dan krijgen ze alle info. Dus welkom. En moeten ze daar nog iets speciaals voor kunnen? Of? Nee. Nee. Goed gevoel voor humor. Van muziek houden. En samen zorgen dat we een mooie taptoe van krijgen weer. Beste mensen, hier gaat het weer gebeuren. 11 juni 2022. Taptoe Almelo. Ik hoop dat jullie alle weer massaal aanwezig bent voor het goede doel. Ik zou zeggen, blijf allen gezond. En tot ziens.